snijden, joh, dan zeg je me kaas. Geluk in Turk, ik hoop uit vind. Meer geluk in Turk, dat heb je ja wel. Gewoon een douder bindt, sloerig en me. Goed en gezond, vanweeg te grof, trekt een cirkel zich rond. Van jongeluk en alle grond, komt al het leven. Yes! Het hoes het me. Ah, oh, gewoon. Gefeliciteerd, oh, dank. Mijn god, wat onmeunels moois van mij. Ja. Wie begint met de kuk? De kerstkus bomt aardig met de roet. Dat doe ik wel. En dat muurke wat de roet met, dat kan al wie mooi doen. Dan is God met de haan. Misschien kan er ook wel stuken. Ho, 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 ho. Ik kan ook stuken. Ik heb twee rechterhalen. Ja, en twee linkervoet. En door bie, één verkeerde beweging en het schudt u in de rug. Ik ga met al wie overleng hoe het beste aan kunt pakken. Ja, nou, die zee daar wel of ze wil helpen. Nou, iemand aan het werk en voort was er nog kruppen. Het elektrisch moet ook nog even kijken. Ik weet niet wist of al wie dat wel kan. Ja, ik heb gehoord. Ja, wat hartstikke mooi. Ja, dat wordt. Nou, gewoon vaak. Elvis. Elvis, slaap je? Nee. Hey, olle rocker. Wat is dat nou, man? Lig je de hele dag in de hemelbed? Even een pitstop, maat. Morgen ook weer vol gas. Doe me heen gaan. Ik hoef helemaal niks. Ik hoef helemaal wel wat. Afleiding moet je hebben, man. Ik ben dokter. Nee. Dominic. Hey, ik heb een vet idee. We halen wat spullen omhoog. Boksen, apparatuur, nieuw bed. Bouw hier gewoon een mini-studiootje. Kan je hier werken? En Wiet, dat heb ik ook nodig. Nou, dat lijkt me nog niet zo goed. Lang nog op tafel. Nou, succes vandaag. Ja, bel me als je naar huis komt, dan zorg ik dat de lasagne klaar staat. Ja, kom op, gaan, anders kom je nog te laat. Voicemail gehuurd. De Canadezen komt vanmiddag pas. Ah, ja, dat weet ik. Maar wie komt door Eva's nieuwe hoeslans heen? Ja, aan zo'n eer. Ah, kijk. Dit is het. Niet verkeerd. Je kunt toch stukken, of niet? Nou, een bedke. En kunstwerk met hem, dan mee breder over, vrouw. Altijd bescheiden, hè, de broer van mij. Deze muur moet er tussenuit. En dan moet deze twee ruimtes stukt worden. Vraag je me nou veilig of ik dat wil doen? Ja, dat wil ik toch wel. Ja, ik kan niet elke dag. Ik werk ook nog op de school van de kinderen. Elk bedke dat je zal helpen, ben ik echt heel blij met. Nou, voor u dan maar. Nou, goed. Deze muur moet er dus goed. Oh, dat zal ik aanzien niet doen. Ik heb beter die muur wegbrengen. Nou, heel goed. Oké, maar dan wil ik waar dat door de inbouwkast laat zitten. Maar wel is dat hoe het nu veilig is. Nou, Monkey is mijn beste vriendin. Die moet zich zeker toes van Bimmy. En ieder mens heeft een plek nodig op de wereld waar hij zich helemaal gelukkig voelt. Nou, mijn hoes wordt van Steven Monkey. Wat wil je Felix met de badkamer doen? Ja, zo'n bad met peurtjes en zo'n lusse douchecel ernaast. Wat vind je? Nee, je moet zo'n muurke tussen bad en douche hebben. Dat kun je toch ook wel doen, of niet? Ja, je zei het maar. Je leus zei het maar. Hé, hey, mannetje. Goed even zitten.
Nee, dat kan ik niet wachten. Ik moet een grote stal nog klaarmaken. Dat kan over kwartier komen. Wacht, kom. Doe de oom dicht en even niet meer aan de verf denken. Wat hey? Ik moet een veearts nog bellen over de Ojeski's beurt. Oh, ik heb Venna gevraagd dat even uit te zeuren. Dat hij is niet dom. Venna heeft maar zoveel voor ons dan. Ik heb met Venna overlegd en die kunt op wel rekken. Maak je nu maar niet ernaar. Oogjes dicht. Ik heb wat treffen met hier. Snaveltjes toe. Slaap lekker. Je zult me ziek winnen en geen mensje daar hoe helpen komt. Ik kan me Felix wel begrijpen, Maria, dat in thuiszorg zo voornaam voor die is. Deze bezige dame misschien trekken een overheerlijk stukje krenten weg van eigen hand. Ja, zometeen. Ach, mevrouw verpooft zich op een datingsite. Ja, dat is wel duidelijk waarom je niet aan de man komt. Ik begrijp het. Klier. Mm-hmm. Is dat trouwens dat beest van Mans? Marciano? Ja. Het lijkt toch helemaal niet op. Het is een zeug. Ja, dat is voor mij allemaal hetzelfde, Venna. Stads een stoepschijter. Nee, ik zoek informatie om te voorkomen dat varkens ziek worden op biologische boerderijen. Wist jij dat sommige boeren een big snatching doen? Big wat? Snatching. En dan halen ze de biggetjes weg bij de groep nee, om... Nee, de... ho, ho. Dat hoef ik niet te weten. Nou, voortwenden. Ik moet werken. Jij moet werken, hè? Jij werken. Ja. Mans die doet er alles aan om te voorkomen dat ze varkens ziek worden. En toch gebeurt het. Dat is hartstikke frustrerend. Oh, dat is Herman Strooink. De goeroe onder de bioboeren. Herman Strooink. Oh, Herman, mooi dat je terugbelt. Oink, oink. Ja, ik heb gehoord dat je expert bent op het gebied van gezondheidsmanagement. Die verken. Au! Welke idioot zit hier? Ik. Zijn het jouw planten? Is dit jouw muizenval? Haal dit ding onmiddellijk van mijn hand. Ja, als jij onmiddellijk mijn stekjes teruggeeft. Oh, jouw stekjes? Hoezo? We zijn hier in de vrije natuur. Dit zijn nu mijn kruiden. Oh ja. En wat voor een kruid denk jij dan dat je in je handen had? Weet ik veel. Ik weet alleen dat het helpt tegen de pijn. Ja, dat geloof ik best. Ja, en daarom ben ik ook heel blij dat ik dit onkruid gevonden heb. Ben jij blond of heb jij je haar geverfd? Zeg, waar slaat dit op? Ja, ik plant die wiet niet voor mijn lol. Een vriend van mij is doodziek. Is dit wiet? Zoals in jointjes? Tja. Wat doet dit dan in de vrije natuur? Je wist het echt niet, hè? Maar waar gebruik je het dan voor? Ik maak er thee van voor een vriendin die heeft MS en die heeft er heel veel baat bij. Ja, nou, dat geloof ik best. Je weet zeker ook niet dat je wiet eerst moet laten drogen? Ik ben een absolute wiet-nitwit. Kan ik het dan nu niet gebruiken? Ja, jawel. Kijk die top. Die top, die kunnen we nu al gebruiken. Ja. Partners in crime. En hier is niet zoveel veranderd. Jee. Dat raam. Ik weet nog dat mevrouw Wildspieker altijd haar cakes bij het open raam zette om af te koelen. Die heerlijke geur kon je zelfs op zolder ruiken. En Hendrik bracht als het donker was altijd een stuk. En wij roken er eerst aan en zetten het dan weg. En als we het niet meer konden houden, dan peuzelde het kruimeltje voor kruimeltje op. Iedereen thee? Oh, graag. Ja, gaat u toch zitten? Ja. Hoe bent u eigenlijk bij onze familie terechtgekomen? Dat weet ik eigenlijk niet meer zo precies. Wij zijn uit het westen gevlucht bij het bombardement van Rotterdam. En wij zijn terechtgekomen bij een zakenvriend van mijn vader
in Hengelo. En op een avond vertelde mijn vader mij dat hij een veilig adres had gevonden. En die nacht zijn wij door de weilanden heen hier naartoe gelopen. Dus onze families kennen elkaar tot op dat moment helemaal niet? Voor zover ik weet niet. En Hendrik en zijn vader wachten op ons en brachten ons meteen naar de zolder. En er stond warme thee en eierkoek. Ja, ik... Als er iets is wat u wil vragen. Ja, jullie moeder was erg geëmotioneerd toen Noah erna vroeg. Maar ik wil zo graag, als het kan, de tekeningen zien die jullie gevonden hebben. Wat is er eigenlijk zo speciaal aan die tekeningen? Het is een voorstudie van een beroemd schilderij dat mijn vader heeft gemaakt. Samuel Pinto. Ja. En in kunstkringen heet het Doek by Heaven. Maar bij ons in de familie noemen we het Mirjam. Waarom Mirjam? Ja, ik vind wel dat jullie het moeten weten. Ik wil jullie moeder niet kwetsen. Hendrik en ik waren allebei heel jong. 17 jaar. En toen we elkaar voor het eerst zagen, was er meteen een klik. Ik raakte zwanger. En we kregen een dochtertje. En het is vlak na de bevalling gestorven. Het ging niet goed. En op die tekening staat een kindje en een vrouw. En dat zijn Mirjam en ik. Dag daarna zijn we opgepakt door de Duitsers. En ik weet niet eens wat Hendrik met ons meisje gedaan heeft. Hij heeft Mirjam begraven. We kennen het grafje, maar we hadden geen idee wie Mirjam was. Ja, het is niet zo ver van hier. We zullen de u vanmiddag aan toebrengen. Studio. Kreeg. Oh, de Twents, dat kreeg ik maar niet onder de knie. Nee, kreeg. Ik kreeg en hij kreeg. Oké. Okay. Zal ik hoe dan stekken dan maar even kriegen? Oh, dankjewel. Nou, dan kreeg ik het zo wel mee. Kreeg. Ik kreeg, toch? Hey, wil je met me wat typisch Twents doen? Zeg maar. Promiski. Ja, op zich wel een vet plan. Het ligt ook niet aan jou, Roos. Maar, ja, dit is zo iemand anders. Sorry. Ach, ik heb helemaal niks. Ik breng dus helemaal vast naar bom. Ja. Meneer, dat is heel stiek. Met Olde Weerlink. Oh, dag Patricia. Ja, met meneer Geert, Geert was zoveel. De man is nog niet terecht. Nee, dat begrijp ik wel.
Daar kan ik nu direct in zijn. Is er nou geen één wie doet zijn bureau? Oh, Patricia, wacht even. Mans wil weer aandacht. Ik zie dat ik aan bellen ben. Ik wil die enkel zing dat is toe weer aan het werk, zou schoon. Moet rechts? Ja. Hoe moet dat dan met doen, Geert? Wat meest toe dan? Dat wie twee kerels moest de hoop niet redden kunt. Maria, de bindleur, die dienen hulp harder nodig bent als wie. En dat erop dat ook zijn bureau geen tweet. Maria roodlup, dat begrijp ik ook wel. Ah, van alle kerels ben hier nog echt de slechtste. Dat moest door Patricia nog maar hem zeggen. Patricia? Ja, ik was even... ik kom weer voor een werk. Ja. Nou, Bok nog gewaar waar te los is. Maar, je moet er me niet van schrikken meer. Je hebt er vast niet met rekken, maar... Nou, kom maar, vind er orde mee. Zeg ik meer. Nou, dan ga ik met de klant naar de Maria zien in door. Wat je slim vindt. Maar luister. Pa heeft een dochter had. Van Sarah. Toen ze 17 was. Ze is stormbiedig geboren. En ze heet Mirjam. Hendrik. En Sarah. Je hebt toen nooit verteld, pa. Ik heb bestelling. Ik zal even een café overnemen. Hey, doet u het nu? Ja, hij doet. Wat dan? Hij doet. Hè? Roep je mee? Zo, ik ben al een tijdje vroeg. Janice, ik wil even... Roos, hij is klaar. Ja, is klaar. Zo, wat voor muziek gaan we maken? Thee is klaar. Lekker, thee. Gezellig. Een koekje? Nee, ik wil rust. Neem je toch geen koekje? Donder op met uw thee. Ik wil alleen zijn. Toen mijn vader geschaatst had, nam hij me stevig mee naar deze plek. Dan stond hij stil en deed hij alsof hij even moest rusten. Ik was het grafje helemaal vergeten tot ik het terugzag op een oude foto. Ik kon het eerst niet weer vinden, het was helemaal overwoekerd. Dus jij hebt het zo mooi opgeknapt. Je wist niet eens dat Mirjam je halfzusje was. Een man uit Raalte heeft gisteren na een dagje Efteling zijn 6 jaar oude nichtje op het station in Almelo laten staan om wiet te gaan halen in de koffieshop. Wat een lul, of niet dan? Met Egon? Oh ja, lekker. Janice, Roos neemt pizza's mee.
Moet jij ook wat? Je moet toch wat eten? Ik heb geen honger. Nou, dan nog maar een Hawaii. Oké. Ik weet niet waar ik zonder hem moet beginnen. Dat hoeft toch ook nog niet? Wat loom. Elvis en ik stonden nog gewoon wat loom. Dat we het vorig jaar een keer over had. Toen zei het me van je verliest vast hoe lezen. Toen kwam er niet bij Bie. Alleen bij de gedachte aan niet. Maar over de met aan. Je redt het nooit. En met een rolstoel en dat gaat helemaal niet. En dan... Je kunt toch ook een mooie boottocht met hem maken? Dat is heel wat anders. Nee, Janice. Of je nou over het wat loopt, of vaart, of je nou kijkt op televisie. Het belangrijkste is dat jullie dat samen doen. Ik kan dit niet. Ik weet niet wat ik hier met aan moet. En... Genees zegt me hoe ik het moet doen. Hoe weet ik nog wat ik moet doen? Doen, is van je opgroeien houden. Die mensen, hè? Sarah en Mirjam. Jan Gliek, hij was een vrouw. Hoe kun je dat nou zingen, maar? Hij heeft me verloren. Ik heb uit met direct eerste. Dat iedereen zijn ernste. Ik kon niet naar een dokter, hè. Dat ze aans verroon kon worden. Daarom ging het mis met het kind. Rekste nou, Rasia, Sarah, Fort. Zoveel verdriet, dat kun je toch ook niet. En pa was geen broeder. Maar even zei het na, ik met hem. Je was een mans, maar toch ging niks vanaf. Door mij niet gaan twijfelen, maar. Ze gaat voort. Misschien is het beter hij. Enkel het afscheid nemen. Sarah kan de Felix ook niks aan doen. Misschien is het ook beter voor uzelf. Om het af te sluiten. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Het was zo geweldig voor me. Ja, als we eerder van uw bestaan hadden geweten. U bent hier altijd welkom. Ik beloof u dat ik het grafje goed zal onderhouden. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Mirjam zou geboft hebben met zulke halfzussen. Ik zou graag jullie moeder even gedacht willen zeggen. Ik ben bang dat ze niet zal komen. Spijt me. Ik heb er alle begrip voor. Hoe kan ik toch zo zelfzuchtig zijn? Mijn broer die ligt te creperen in de kamer hierboven en ik sta hier in bed op te kussen. Vond je het dom? Ja, en ze let nergens op.
Ik moet er voor Elvis winnen. Ik moet aan hem denken en aan geen mens aans. Dennis. Elvis wil toch ook alleen dat jij gelukkig bent? Alleen dan kan hij zijn energie voor zichzelf gebruiken. Maar sluit dat nu weer op? Ja, dat hij niet bang hoeft te wezen dat je alleen achterblijft. Ik ben niet alleen. Elvis is er nog. Spreek alsjeblieft nog over hem alsof hij nog... Sorry, Dennis. Sorry. Je hebt gelijk. Sorry. Ja, het gaat hier niet zo rap. De taxi moet uit het volgende dorp komen. Ik wist niet dat het hier zo mooi was. Ah, goed dat jullie er nog zijn. Ach. Nou, ik wens jullie een hele goede reis terug naar Canada. Goodbye. Goodbye. En was een goede Maria Plas. Ja, en bedankt voor alles. Ja. En we schrijven. Voor. Hé! Hey, stop! Oh, stop! Oh! Dit betekent zoveel voor me. Zit hier al lang? Zetke. Vind je al wat beter? Ik heb een dokter gebeld. En? Wat zei ze? Kan zo wat geen? Laat ons er wat doorheen breuken. Je bent het team dat echt kapot te kring is. Ik heb een dokter om euthanasie gevraagd. Toch normaal. Dennis, dit is geen lijm zo. Ik wil niet als een hoos en scharminko aan mijn eind komen. Hoor ik de eerlijk over mezelf? Soks, dat kun je niet in een eentje beslissen.